Ik sta hiernaast. Tjitske. Hoe? Tjitske. Kitske. Tjitske. Kitske. Tjitske met een T. Kitske. Tjitske. Bram, in de buurt. Welkom bij een nieuwe aflevering van Bram in de buurt. We staan dit keer in Haarlem. Het is super zonnig en ik ben ontzettend heet. Zoals je kan zien op mijn Instagram, bram.krikken. Gaat u het checken? Ik ga het checken. Goed, in ieder geval, we zijn hier met de brandende vraag. Welk cijfer geef je jezelf? Ik sta hiernaast. Lies. Lies en? Annemij. Lies en Annemij. Het klinkt als een stripverhaal uit de jaren 30. Oké. Okay. Dames, welk cijfer geven jullie jezelf? Mezelf? Nou, wezens weet ik veel. Hoe bedoel je? Op uiterlijk, innerlijk? Gemiddeld cijfer. Nou, weet ik veel. 7 of zo. 4? 4? Hoezo een 4? Weet ik niet. Maar wat zijn dan jouw verbeterpunten? Ik praat wel veel, zeg maar. Ja. Een beetje te misschien. Okay. Ik maak ook geen grappige grapjes of zo. Vertel eens een mop. Wat is het verschil tussen mensen en dieren? Mediterraneezee. Mediterraanse zee misschien, zeg je dat zo. I'm standing next to Ingmar. Hi Ingmar. Nice skating. Yes, I like it. Stuff. Zullen we skaten samen? Ja. Nice, je hebt ook een tatoeage. Ja. Wat staat er? Dat betekent 2 bier en een bakje borrelnootjes. Echt? Ja. Ik heb een hakenkruis op mijn rug. Dat is vet. Ja. Iedereen heeft het doen. Goed, wij gaan weer door. Welk cijfer geef je mij, Aliet? Rijst een rondje? Denk ik. Ja, kwam dat door mijn booty? Oh ja, ontzettend. Ja, ja, absoluut. Dat hoor ik vaker. Heb jij ook zo'n booty? Laat het weten in de comments. Welk cijfer geven jullie de relatie? Een 8. Waarom geen 10? Nou, een 9, zie je. Waarom geen 9? Dat is iets wat net niet oké is. Kijk, zij is dus heel tevreden met jou, maar jij bent ergens minder tevreden over Dylan. Als ik 10 zou geven, dan zou dat gelogen zijn, want dan klinkt het al gelijk gefaked. Wie geeft zichzelf nou een 10? Kunnen we voor het beeld even een 10 geven? Ja, tuurlijk. Okay. Welk cijfer geven jullie de relatie? Ja, gewoon een 10. Wij gaan weer door. Ik heb ook een mop. Hoe ging die? Oh ja, ik belde laatste Saddam Hussein op om hem een gelukkig 2007 te wensen. Wat denk je? Geen idee. Opgehangen. Stel, je hebt een kleine dollo. Dan zeg ik tegen jou, het gaat niet om de grootte van de kwast, maar om de kwaliteit van de verf. Dat is gewoon het belangrijkste. Juist. Maar betekent dat jij dan een kleine... Nee, gaat niet om mij, ouwe. Dat niet. Nee, maar waarom herken je die uitspraak dan? Dat zei mijn pa tegen mij. Goed, eet smakelijk. En wel delen, hè, Dylan, want een relatie is geven en nemen. Nou, dat zou ik zeker. Geef maar een visje. Wel met saus. Dat is geen klein hapje. Zo zie je maar mensen. Geven en nemen, toch? Geven en nemen. Geven maar toch. Ja, geven en nemen. Geven en nemen. Wacht heel even, mag ik? Dit was Bram in de buurt voor deze week. Volgende week zijn we er gewoon weer met weer een brandende vraag in de buurt. Ik zou zeggen tot dan. En zoals we altijd zeggen... Tot ziens. Joe. Wat? Joe. Joe.